Fucking hell, man. Oh my god. Oh my god. Oh my god, man. Ik ben weg, of wat? Oh my god, ik vlieg in een ballon. Is dat niet ongelooflijk? Ik vlieg in een ballon, mannetjes. Niet stoken! Niet stoken, stop! Nee, stop! Stop! Niet stoken! Horen jullie mij? Horen jullie mij? Stop! Niet stoken! Niet stoken! Ja, geef de woordje. Niet stoken! Niet stoken! Ah, niet stoken. Ja, mannetjes, dat is communicatie, hè, jongens. Ja, ik had dus begrepen, meer stoken, mannen. Hallo? Mannetjes, toch, wat een stress. Mijn stressniveau staat nu op oneindig, man. Echt, oneindig. Ik zit gewoonweg in een ballon. Woehoehoe! Hij is aan het gaan, hè? Met een ballon van tenten. Gaat het daar? Alles oké, maar het is onwaarschijnlijk spannend, man. Dit is echt iets dat heb ik nog nooit meegemaakt. Zulke spanning in mijn lichaam. Echt waar. Ziet alles er goed uit? Oei, hij gaat nu wel naar beneden. Hij gaat nu wel naar beneden. Je gaat nu een beetje naar beneden stoken. Een beetje stoken, man. Stoken. 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 Een beetje stoken, man. Stoken. Stoken. Perfect, zie stafjes en naar beneden aan het gaan, maar je bent perfect aan het afremmen. Rustig blijven. Ja, maar ik ben rustig. Ik ben rustig, maar ik sta wel te trillen op mijn benen, man. Perfect afgeremd, staf. Je bent perfect aan het vliegen met een zelfgemaakte luchtballon van tentenstof. Allee, man, die tentjes boven mijn kop, zie je dat? Dat zijn tentjes, hè? Gewoon tentjes van op de weide. Even rustig blijven, staf. Rustiger als mij blijven. Heel belangrijk. Man, ik moet voor mijn brevet gaan, denk ik. Dat gaat goed. Dit is wel een waanzinnig gevoel. Ik heb dat nog nooit meegemaakt, man. Ik sta te trillen op mijn benen. Echt. Dat is een gevoel dat ik nooit wil wegwerpen in een GFT-bak. We zien wel wat zinderingen boven hun ballon van de warme lucht. Dus niet te hoog gaan. Laag bij de grond blijven. Mag ik dan niet landen? Ja, je mag landen, maar je mag toch heel even wachten ook, hè, met landen. Wat willen we dat ik over de luchthavengebouwen vlieg of wat willen we dat ik doe? Vraag dus dat hem nog genoeg gas heeft. Heb je nog genoeg gas, Staf? Ja, ik heb nog wel genoeg gas, denk ik. Denk je dat je de bomen nog kan oversteken, Staf? Ja, ik denk het wel. Wil ik dat nog doen? Dat zou heel fijn zijn. Je zegt perfect aan het gaan. Oh my god, man, nu vind ik het te spannend. Nu wil ik stoppen eigenlijk. Nu krijg ik echt schrik. Stijg ik? Waarom stijg ik? Ik wil zakken. Oh my god, man, ik ben zo zenuwachtig nu. Daarom dat gaspeltje zou ideaal zijn als je daar landt. Maar hij gaat landen, hij gaat landen. Hij gaat landen. Hij gaat de bomen over. Woehoehoe. Dit is echt surreëel, hè. Nog even zo lang mogelijk zo blijven verder doen. Het is te laat. Even zo lang mogelijk. Het is te laat. Oh nee. Die parachute springt. Niks doen. Houden. Gewoon blijven. De parachute is gesprongen. De lijn is gesknakt. Oké, draai de gas uit. Wij landen. Houd je vast. Waar dat de vlotter komt, maar dat ben ik niet. Ja. Oké, okay. Ik kom u helpen! Ik kom u helpen! De draad van zijn parachute is gesprongen. Echt? Hoe goed was dat? Spoedu, mannen, spoedu! Kleine held, man! Hoe goed was dat? Echt waar, Staf. Oh my god, man. Oh, het enige wat we nog zouden moeten doen, dat is even dieper erin, deksel dicht. En case is closed. Oh my god, man.